Goedemorgen, het is vandaag woensdag 26 april, tijd voor weer een nieuwe marktflits. Ik ga straks met je kijken naar de Bitcoinmarkt. De Bitcoin is weer iets gestegen en ik had in de vorige marktflitsen, denk ik, laten zien dat ik een short had genomen en welke beslissing ik zou nemen als de prijs afgelopen maand nog omhoog of omlaag zou gaan. Nou, eigenlijk is dat helemaal niet gebeurd. Voor wat betreft mijn shortpositie is de prijs eigenlijk nagenoeg hetzelfde gebleven. Dus ik heb nog steeds mijn shortpositie. En daarover straks meer. En een paar headlines. En wat ik krijg regelmatig verzoeken over een Telegram groep dat er behoefte aan is. Of ik die als Trading Dutch niet heb. Nou ja, die heb ik wel. Maar dat is een betaalde groep eigenlijk voor leerlingen die de masterclass hebben gevolgd. Om daarna nog met elkaar contact te houden en informatie te delen over het handelen. Maar het heeft me wel aan het denken gezet, dus ik ben iets aan het uitwerken met in ieder geval een gratis groep om alle mensen met dezelfde bedoelingen qua crypto traden om die op te gaan zetten. Dus daar hoor je volgende week vast meer over. Nu gaan we snel naar de analyse. Opmerkelijke nieuwsberichten, even kijken. Dat Bitcoin prijs weer een nieuwe all-time high in Argentinië bereikt. Dat kan, hè. Dat is, bij ons is dat bij lange na niet zo, maar de Argentijnse munt is met 99% gedaald. Even kijken. Sinds het begin van de valutacrisis in 2018 is de Argentijnse peso met 99% gedaald ten opzichte van de Amerikaanse dollar. En dat maakte dus waarom dat die all-time high in Bitcoin dus kan in dat land. Even kijken, welke ik ook interessant vond is dat Coinbase de Security and Exchange Commission voor de rechter sleept. Zij vinden namelijk dat er onvoldoende richtlijnen zijn voor de Amerikaanse cryptobedrijven. En Coinbase wil nu via de rechtbanken afdwingen dat de SEC reageert op een petitie die vorig jaar is ingediend. En in die petitie wordt gevraagd om een formele regelgeving voor de cryptosector. En dat is nu niet het geval. En die snap ik ook wel. Dus het gaat over en weer, ook daar. En dat geeft maar weer aan dat iedereen zoekende is en eigenlijk allemaal wel willend. En ja, het is in de huidige tijd vaak is een rechtbank een middel om een beslissing af te dwingen. Hè, de ene keer klaagt de SEC een bedrijf aan en nu is het dus ook andersom. En nou, de uitkomsten van die rechtszaken, dat zijn weer leidraden. Dat is weer een leidraad om op verder te gaan. Dus nou, ik ben benieuwd. Verder niet zoveel interessante nieuwsberichten, dus laten we snel naar de analyse gaan. Nou, mijn aantekeningen van vorige keer staan er gewoon nog in, dus ik ga je nu laten zien wat ik eigenlijk zou gaan doen, want deze trendlijn is doorbroken. Ik zou hem kunnen laten staan, want er zou hier, als die verder naar boven gaan, weer weerstand kunnen vormen, dus die trendlijn laat ik gaan. Dit streepje is niet meer valide, die is niet meer valide, die is niet meer valide. Deze balk laat ik wel nog staan. En deze levels wil ik ook nog wel even laten staan. Ja, ik kan er meer tekenen, want hierboven zit ook nog een level. Ja, maar ik weet dat. Ik wil niet te veel lijntjes in mijn analyse hebben. Want laat de prijs het maar vertellen. Het eerste level wat hij tegenkomt als de prijs zakt, is hier. En het lijkt erop dat hij nu iets hoger hier zo zijn weerstand, zijn support heeft gevonden en hier weer omhoog gaat. En de opvolgende candle is ook weer groen. Hè, wil dat zeggen van dat hij nu weer omhoog bounced en dat we nou naar die 35.000 gaan? Hè? Dat target vanuit de CME Futures gap die daar zit? Nou, eigenlijk helemaal niet. En Ik ben benieuwd. Ik vind het op dit moment nog onvoldoende informatie. Ik wil dan zien, hè, waar ik altijd op let, is van nou, dit level is gerespecteerd. Hier hebben we support gevonden. Vervolgens wil ik het liefst zien, hè, als ik voor long ga, dat hij een leveltje daarboven respecteert. Dus daar is hij nu mee bezig. Hij is aan het uitbreken. Deze candle mag van wat mij betreft nog een stukje groener worden, waarna er een pullback komt en dat hij dan, ja, de bovenkant van deze
Kendalls respecteert als zijnde nieuw supportgebied. En dat is vaak het moment waarin we... waarin ik long trades kan sluiten in de altcoins. En zoals de meeste van jullie weten, ik handel zelden in de Bitcoin. Ik gebruik Bitcoin eigenlijk als indicator en mijn handelen vindt plaats in altcoins. Dus wederom nog even geduld voordat ik een long plaats. De markt is nog steeds tegenstrijdig. Het bearish momentum is hier afgenomen. In mijn vorige marktflits meldde ik nog, dat was op maandag, hè, en uiteindelijk is dit een soort doji geworden. En het bearish momentum was toen al aan het afnemen, want er was lichtrood. En ik zei toen van, ja, je moet toch even het einde van de dag afwachten, want er kan nog van alles gebeuren. Na het einde van de dag was het bearish momentum weer donkerrood hier. Hè, dus dat betekent dat er nog steeds neerwaartse druk is en een onbesliste candle. De dag daarna is er een groene candle ontstaan die vrij fors omhoog is geschoten. Dus echt de andere kant op. Dat was dus gisteren en het bearish momentum is daarbij aan het afnemen. Nou, dus deze informatie kan ook weg. Om het even iets extra te laten opvallen in mijn analyse trek ik vaak even zo een pijltje. Soms zet ik er tekst bij omdat ik het post op social media. Dan weet je wat ik ermee bedoel. Maar voor mezelf is dit gewoon eventjes opvallend. Het gaat die kant nu op. Hè? Dus het gaat richting bullish momentum. Een afnemend bearish momentum noem je dit. Nou. En dat is ook logisch, hè? Want we hebben die groene candles en het wordt allemaal berekend op basis van wat de candles ons vertellen. Deze aantekeningen kunnen ook weg en zo schoon ik het weer lekker op. En nou, het gebied tussen de EMA 21 en 50, ik gebruik altijd de EMA's 21 als 50 als gebied. Daar lijkt hij dus nu weer in te bouncen. En om dat te bevestigen moet hij dus ook buiten dat gebied weer treden. En dat gaan we zien of dat gebeurt. Waar ik dus op wacht voor een longpositie is dus echt uitbreken. Het liefst wat duidelijker en hoger, maar we hebben het niet voor het zeggen. En een pullback en daar dan het bevestigd hoger level. Dus niet pullback tot hier, een pullback tot het hogere level. Hè, dus daar wacht ik op dit moment op. Nou. Voor de rest heb ik op dit moment geen trades lopen op die ene short na. Daar ga ik zo eventjes naartoe. En dat heeft er alles mee te maken dat ja, het kan gewoon alle kanten op gaan op dit moment. Hè. Ik open nu weer eventjes de CME Futures indicator. En daar ontstaan gaps omdat het een beurs is die om 17:30 s'avonds sluit. Dus het lijkt erop dat hier ook een klein gapje zit, hè, tussen gisteren en vandaag. Hè. En dat kan. De beurs die sluit, dus er komt geen informatie meer op de beurs, maar de prijs stijgt ondertussen wel door. En dan gaat de beurs weer open en dan ontstaat er hier een gapje. Doorgaans, de grote gaps ontstaan in de weekenden en we zien er hier eentje. En die zit gewoon, als die gesloten moet worden, zit die op de 20.300 om en nabij. Dus dat houdt in dat er zeker nog een realistische kans staat dat Bitcoin eventjes gaat dippen en die gap sluit voordat die verder gaat stijgen. Dus dat hou ik in mijn achterhoofd. Ik had liever dat die er niet zat, want dan heb je veel meer, dan verwacht ik dat veel meer traders anticiperen om naar boven te gaan. En ja, ik probeer nou eenmaal te anticiperen op de anticipaties van andere traders. Nou. Hierboven zit dus ook nog een gap en dat is de gap waar ik het net over had op die 35.000. En ja. Dat zijn dus twee targets waar hij naartoe kan gaan. Ik wil gewoon meer informatie hebben. Dus heb ik op een bepaald level meer candlesticks nodig. Die mij gaan vertellen van nou, dit level wordt gerespecteerd. En dan ga ik in de altcoins weer op zoek naar het gebied van waarde. En in dat gebied van waarde naar een candlestick patroon. En daar pak ik hem op om een long trade te maken. Nou, wat je ook moet realiseren is als ik zo'n marktflits maak. Is dat mijn gedachte van nu. Hè? Ik bekijk naar wat de markt nu mij vertelt. Over 10 minuten, in het ergste geval, kan het alweer anders zijn. Dat moet je realiseren. Hè? Als jij de markt steeds 's avonds bekijkt, kan er alweer wat veranderd zijn in de markt en daar waarop ik anticipeer. Zo werkt dat nou eenmaal. Dus dit zijn mijn gedachten van nu. Even kijken, dan wil ik nog eventjes naar de short toe. Dit is de short die ik heb genomen. Het eerste target is eigenlijk dezelfde dag gehaald. Ik heb vrijdag 21 april de short genomen, hier de eerste target gehaald. En vervolgens was het maandag dat ik dacht van nou oké, als hij hierboven uitbreekt en hij sluit hier met die candle, dan sluit ik mijn short, want ik ga niet, dan is de kracht gewoon opwaarts, mits Bitcoin dat ook doet. Dat is niet gebeurd.
Als hij naar beneden gaat, was het alleen maar mooi geweest. Was hij onderweg naar tweede target. Dat is ook niet gebeurd. Wat mij wel opvalt nu is dat Bitcoin een flinke stijging heeft gemaakt. Nou, het lijkt erop dat deze short dat ook gedaan heeft. Alleen als je naar Bitcoin kijkt, dan zie je echt dat deze body veel langer is dan de voorgaande aantal dagen. Hè? En zelfs de body sluit boven de body van de rode candle van vrijdag 21 april. Dus dit is echt wel bullish. Daarin gaat deze dus niet mee. Hè? Want deze body komt niet boven al deze dingen uit. En de body is ook veel kleiner. En vandaag is die zelfs rood. Hè? De candle is nog niet voorbij. De dag duurt nog 18 uur. Dus voor ik hier wat over kan roepen, moet ik 18 uur verder zijn. Nou, als deze ineens gaat stijgen en hij komt hier heel hoog, dan heb je kans dat ik hem toch ga afsluiten. Want hè, ik wil meer zekerheid hebben. Dus dat hou ik in de gaten. Maar vooralsnog is mijn analyse gewoon valide. En laat ik mijn short gewoon nog lopen. En ja, dus dat is hoe ik op dit moment naar de markt kijk. Ik ga voorzichtig aan weer kijken in de spike list. Spike list die kun je vinden op mijn website. Als je even naar het blog gaat op mijn website, in een minuutje zie je een blog. Daar zie je de spike list, het bovenste artikel. En dat zijn allemaal hele leuke munten om in te handelen, waar ik mijn analyse voor ga doen. Zodat ik klaar ben als dit level gerespecteerd wordt. Welke ziet er mooi uit? Welke zit in een opwaartse trend? Waar zit er een gebied van waarde, een sterk gebied van waarde? En waar... welke munt is bezig met het vormen van een candlestick patroon die bullish aangeeft. En als ik dat dan heb, en het zijn er meerdere, dan kijk ik ook nog waar mijn eerste target zit. Hè, als ik meerdere interessante analyses heb voor mogelijke instapmomenten, dan kijk ik ook nog waar mijn eerste target zit. En dan neem ik vaak degene die op het eerste target het meeste profit al haalt. En waar ik bij de spike list ook nog op let, is welke munt de grootste spikes maakt met grote regelmaat. Hè? Een beetje afwegen waar ik dan instap. Dus nou ja, dat staat mij te doen. En dat is mijn werk voor deze week. Nou, heb je vragen? Je weet me te vinden. Dan wens ik je verder een hele fijne woensdag. En een fijne koninginnen. Dat is lang geleden. En een fijne Koningsdag morgen. Hoi!